Die hebben hele mooie dagen gehad toen nou had gebeurd. We hadden mooi voor de vogels zitten, parkieten, papegaaien, kanaries als je een kent. En je hebt er van alles wat. Zijn deze vogels van uzelf? Zijn deze van mensen hieromheen? Vertel, wat? Deze vogels ben dan van mij, een richtje. Maar verder ben dat van uw eigen leden al. Je. En die ene had kanaries door, had parkieten. Zeg je dat wel? Ik zie overal dat de prijzen zijn uitgereikt. Kunt u vertellen van hoe jullie tot de conclusie zijn gekomen wie welke prijs verdient? Daar hebben we keurmeesters voor. Die hebben van een week terug jouw keurmeester geweest. En die keuren is vogels. En die houden de punten. En die beoordelen het spulje. Ik zie allemaal parkieten, ik zie allemaal andere soorten vogels. Ja, is dit echt uw passie ook? Dit is mijn passie, ik heb alleen maar grote parkieten. En dat is mijn hobby. Hoeveel vogels heeft u zelf? Rond de 150, 200. Met andere woorden, u bent er bijna fulltime mee bezig? Nee, een paar uurtjes per dag. Hè? Ja. Bent u zelf ook in de prijzen gevallen met uw vogels? Ja, ik had hier 10 prijzen van 11 vogels, dus dat was wel goed genoeg. Volgend jaar weer gigantische inzendingen doen? Ik ga hier volgend jaar sowieso en dan hebben we hier de Friese kampioenschap. Dus dit mogen we weer meedoen. Verwacht u volgend jaar in de prijzen te vallen met de Friese kampioenschappen? Daar ga ik wel van uit, ja.